ijsjes uitgedeeld zijn. En volgens mij wordt dat rap opeten met deze temperaturen. Wil ik toch graag met de O-ronde gaan beginnen, de laatste O-ronde voor het reces. Allemaal hartelijk welkom, ook de mensen op de tribune. We beginnen met openingen en mededelingen. De vergadering is hierbij geopend. Er zijn geen mededelingen, tenzij er mededelingen zijn vanuit de raad. Niet. Agenda punt 2 is vaststelling van de agenda. Kan de agenda vastgesteld worden zoals die is of zijn er wijzigingen op? Geen wijzigingen. Dat brengt ons bij agenda punt 3, dat is het spreekrecht. En daar heeft zich meneer Gerritsen voor gemeld en dat gaat over het gaswinningsplan Hardenberg. Meneer Gerritsen, u weet dat u 5 minuten heeft. Ik ga u daar ook aan houden. Als u op dat knopje drukt, gaat ja, de microfoon is, ja? is aan. En dan, ik zou zeggen, ga uw gang. Voorzitter, dank u wel. Ik heb het ontwerp winningsplan gelezen en ik schrok van allerlei zaken die niet worden opgevolgd, waar ons college dus een brief over heeft gestuurd met die 5 voorwaarden. Ik heb daar dus gedacht, die voorwaarden zijn niet aangenomen, maar ik heb ze nou geconcretiseerd en die kunnen we dus als zienswijze indienen voor 15 augustus bij het ministerie. Nou heb ik eerst weer nog het belangrijkste. Heb ik een voorstel aan de minister op het opstellen van de ontbindingsclausule. Dat is als volgt. Na 1 januari 2033 is de NAM BV verplicht om binnen 1 jaar na beëindiging van de gaswinning al haar velden geheel ontmanteld en met een schone grondverklaring aan de gemeente Hardenberg op te leveren. Mocht staatstoezicht besluiten tot vervroegde stopzetting, dan gelden dezelfde eisen. Mocht de NAM BV niet in staat zijn om aan deze eisen te voldoen, dan moet zij een maandelijkse boete van €50.000 aan de gemeente Hardenberg betalen. Bij totaal onvermogen van de NAM BV is de staat verplicht alle velden schoon aan de gemeente Hardenberg over te dragen. Deze eis geldt ook voor het in 2004 reeds ontmantelde veld COV-17. Dat staat hier prachtig, al die foto's, die hebt u misschien zelf ook gezien. En COV-17, daar heb ik van 7 april 2003 tot 1-8-2004 ernaast gewoond. En toen was dat veld al ontmanteld. En hier hebben ze een foto ingezet van 2001. Dat is 17 jaar geleden. En dat wilde Namos laten zien hoe goed of ze toen aan het werk waren. Nou, dat hele gebeuren daar met dat gas, dat is al een farce geworden. Maar ik schrok, omdat ik een maand geleden nog langs ging. En dat veld ligt daar nu 17 jaar doelloos. Maar er zit een hele dikke betonnen plaat op. En toen kreeg ik het idee, hoe wordt dat straks opgeleverd? Daarom heb ik gedacht, als zienswijze, hoop ik dat er meer mensen dit ook met mij in willen sturen. Omdat het belangrijk is naar het ministerie, dan kunnen ze daar misschien toch nog eens even over nadenken. Verder heb ik de punten die de college heeft ingestuurd om als advies, waar helemaal niks van overgenomen is bijna, heb ik nog eventjes geconcretiseerd, hè, om dat ook weer in te dienen. De looptijd van 5 jaar na de goedkeuring van het ontwerp blijft gehandhaafd. Het volumeplafond wordt gesteld op 1 miljard kubieke meter te winnen gas uit de bestaande velden, waarbij geen enkele put meer geboord mag worden. Bij een gemeten aardbevingskracht van 2 op de schaal van Richter moet de totale gaswinning worden gestopt. Het gestelde hand aan de kraanprincipe geldt bovenstaande gehele stopzetting reeds na 1 dag na het starten van de hernieuwde gaswinning. En dan voor de afwikkeling van de ontstane constructieve schade aan de bebouwing in de gemeente
zou de gemeente Hardenberg een schadefonds kunnen instellen. De NAM BV is dan verplicht om jaarlijks 5% van haar gaswinst daarin te storten. Uit dit fonds kunnen dan de ontstane schades direct verholpen worden. Is er geen winst, dan verplicht de staat zich om elk jaar, zolang er gas gewonnen wordt, 50.000 euro in het fonds te storten. Bij grote schades neemt de staat alle kosten voor zijn rekening, evenals het ontstaande smartengeld. En dan de communicatie tussen de gemeente Hardenberg en het EZK en de NAM BV moet elke eerste van elke maand plaatsvinden. Dit stuur ik dus als zienswijze weer naar het ministerie. En ik hoop dat u met uw medewerking wilt geven. En zo ja, dan zou deze zienswijze in het Thuisblad kunnen worden gepubliceerd, zodat alle burgers deze naar het ministerie kunnen sturen met als argument: als de minister van EZK het ontwerp winningsplan ongewijzigd goedkeurt, dan zijn wij, de inwoners van Hardenberg, angstig en gestrest tot eind 2022 vanwege het gederfde woongenot en de eventuele financiële consequenties. Ik hoop dat u uw medewerking op een of andere manier kunt verlenen en dat er misschien, als u het hiermee eens bent, dat we daar dus in dat ontwerp alsnog de nodige veranderingen bij de minister kunnen teweegbrengen. Ik dank u voor de belangstelling, voorzitter. Als u nog even wil blijven staan, meneer Gerritsen, want misschien zijn er vragen. Zijn er meneer Jonkhans, meneer Stelpstra en meneer Brink. Meneer Jonkhans, ga uw gang. Ja, dank u wel, meneer Gerritsen. Ik heb zo goed als mogelijk kennis genomen van uw inspraak, waarvoor dank. Het was bij vlagen tamelijk technisch. Mijn verzoek is, zou dat ook op papier kunnen krijgen? Ja, ik heb dit gegeven aan de griffier. Okay. En die wil het kopiëren, dat u allemaal dit ook meeleest. En dat u natuurlijk in uw kringen ook zegt, jongens, zienswijze. Want ik heb zienswijze bij de inloop ingediend. En daar heb ik meteen al een voorlopige claim ook ingediend. Kijk. Hij zei, dat kan niet. Hij zei, maar als het vast ligt, dan is het vast. Ik zei, dan leg het maar vast, want daar zit ik hier voor. Ja. Ik zeg, ik weet niet, ik hoop niet dat het gebeurt. Maar je weet hoe het in Groningen gaat. Ik zeg, en de NAM, betalingen doen ze niet. De staat, zegt Wiebes, die moet betalen uiteindelijk. Ik zeg, en de Shell doet nog een klein beetje mee. Maar de voorzitter van de NAM, die is voorzitter van de Shell geworden. Ik zeg tegen die minister, of tegen die afgevaardigde van het ministerie die daar bij die inloop was. Ik zeg, dat is een lekkere handel. Ja, zeg, dan houden we het lekker binnenshuis. Ik zeg, dat dacht ik al, viezerik. Dank u wel, meneer Gerrits, voor deze beantwoording. Ja, want we worden mooi besodemieterd. Meneer Stelpstra, ga uw gang. Ja, dank u wel voor uw inbreng. Ik heb het opgevat als een bemoediging om als gemeente een zienswijze in te gaan dienen. Waarvoor hartelijk dank. En ik vermoed dat we straks in de gemeenteraad daar nog op terugkomen. Ja, dat zou fijn zijn, want ik heb hier echt mijn oude hart nog aardig voor moeten laten kloppen, moet ik zeggen. Nee, maar goed, dat is dus niet voor niets. Ik wil het niet meer zoals in Groningen. En adviezen, die het college, die vijf punten, die vond ik zo fantastisch ingediend. Maar die waren niet geconcretiseerd. Dus ik heb dat nu gezegd. 1 miljard kubieke meter, niet meer. 5 jaar stoppen met die hele handel. En als die andere miljardje de wereld daar nog moet helpen, en die idioten nam, die gaat er nog 2 putten boren. Ja, dan vraag je je af, wat hebben wij nog als burger te vertellen? Meneer Gerritsen, ik wil graag de gelegenheid geven aan nog 2 andere vragenstellers. Dat is meneer Boshoven. Ja, hartelijk bedankt voor uw verhaal. Ik heb u inderdaad ook gezien op de inloopavond, waar u ook vol passie de discussie aanging met de aanwezigen daar. Dank daarvoor. Inderdaad fijn als het schriftelijk even naar ons toe kan komen. En ik vind eigenlijk wel interessant om even kort te horen hoe u die inloopmiddag, avond bij de evenementenhal heeft ervaren.
Kort graag, meneer Gerrits, als u... Ja, dat is zo achter onze rug om ook gebeurd. Dat heb ik gelezen, dit college. Dat is dan helemaal ontzet van de wijze waarop wij behandeld worden. Ja, en dat moeten ze niet bij mij zijn, want ik ben een Fries en dat gaat niet goed. En als ik één keer A zet, dan probeer ik tot Z te komen. En ik ben nu al een heel klein eentje met mijn A bezig geweest. En ik mag je inspreken. En daar ben ik de voorzitter dankbaar voor. En dat u mee reageert, vind ik ook fantastisch. Dus ik hoop dat we allemaal de zienswijze indienen. En hoe meer dat het hetzelfde is. En ook die ontbindingsclausule, die staat er niet in. En straks krijgen we al die velden met die betonnen platen. En dan moeten wij het betalen om dat soortje eruit te halen. Nee, dat laat dan maar die naam doen. En dan met een schone grondverklaring. Want dat is heel belangrijk als ze die grond teruggeven. Ik zeg, en nu moet dit eigenlijk totaal, alle burgers moeten het eigenlijk zo indienen. Daarom denk ik, als dit in het Thuisblad komt, met, als het college daar misschien nog iets anders bij wil doen of hoe of wat. Maar dat het dus die tekst totaal is, dat iedere burger het zo kan overnemen, tekenen en opsturen. En dan denk ik, als de minister dan niet luistert, ja, dan word ik helemaal... Dan ga ik verhuizen naar Amerika, geloof ik. Ik dacht inspreken in Den Haag. Meneer Brink, u heeft ook nog een vraag. Ja, hij doet het. Ook namens mijn kant, dank voor uw inspraak. Ja. Als laatste in de rij is mijn vraag al gesteld. Ja, ik zit hier. Ja. En ik zou graag ook, want het is allemaal vrij technisch van aard wat u vertelt, ik zou graag thuis nog eens rustig willen nalezen. Ja, dat is ook mijn verzoek of het via de griffier ons kan toekomen, maar die vraag is al gesteld door meneer Jonker. Ja, want ik heb dus die 5 punten van het college erbij gezet, waar ik dus op geconcretiseerd heb. Omdat dat 1 miljard, 5 jaar enzovoort, dan weet dat ministertje waar hij mee aan toe is. En ik heb de artikelen er ook voor geschreven. Dan weet hij precies waar hij vinden kan. Het is een ontzettend duidelijk verhaal. Hartelijk dank. De vragen zijn beantwoord. Dus u mag weer terug naar uw plek. Als u dat, en als u voor mij de microfoon uit wil zetten, heel graag. Voorzitter, hartelijk bedankt. En u ook allemaal veel succes nog met de vergadering. Dank u wel. Zit u er nog? Ja. Agenda punt 4. Dat gaat over verplaatsing van de kanovereniging Hardenberg-Vechdal. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Brink. Meneer Boshoven. Ja, meneer Rodemond, sorry, ja, 50 plus. Ja, ik had het gezien. En meneer Jonkhans. Dan begin ik bij 50 plus. Ga uw gang. Goed. Ik heb een aantal vragen voor de wethouder. Ten eerste in de beantwoording van de amendement wordt er gesproken over 2 verschillende onderzoeken. De onderzoek in 2018 en daarnaast over de quickscan. Ik wil graag weten van wat is hier leidend in en nou ja, goed uit de stukken. En wat er ook gesproken over de quickscan. Waarom is voor die quickscan gekozen? En hebben wij die ruimte nog tot oktober 2018? Even zien. Wat de beantwoording aangaat van de amendement, vind ik hem sumier wat de natuur aangaat. Ik had daar iets meer van verwacht. Er wordt steeds meer ingegaan op de verbouwing of de aanstaande van de bouw van de kanovereniging. Maar qua quickscan of qua natuur, patrijs en dergelijke, ja, vind ik het sumier. In dat stuk wordt ook gesproken over de maatregelen die genomen zijn om het habitat van de patrijs te verbeteren. Zijn dit bestaande verbeteringen of worden dit nieuwe verbeteringen? Dat was het. Dank u wel. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. we hebben hier al eerder eens een keer over gesproken. Toen heb ik een aantal vragen gesteld over de ecologische randvoorwaarden. Hoewel het bestemmingsplan 7 jaar geleden is opgesteld en er in principe gebouwd mag worden, hebben we wel met de realiteit te maken dat het wel een natuurgebied is, of zich als natuurgebied heeft ontwikkeld, waar ook bepaalde soorten in zitten volgens ons. Die
die ook rechten hebben. Dus hoe zit het met de ecologische randvoorwaarden? In het voorstel is er wel iets over gezegd, maar dat kan je geen onderzoek noemen. En ten tweede is de verschijningsvorm. Als het dan toch zo ver zou moeten komen, hoe zit het dan met duurzaam bouwen en rekening houden met inpassing van het een en ander om dat als dan toch daar gebouwd gaat worden, hoe dan zo weinig mogelijk verstorend wordt opgetreden en ook hoe het duurzaam gebouwd kan worden en liefst ook circulair. Dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Jonkhans. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, ten aanzien van de ecologie zijn al twee sprekers mij voorgegaan. In een stuk bijbehorend bij het raadsvoorstel staat dat er geen knelpunten voor de natuur zijn. En mijn vraag is eigenlijk, is dan gekeken alleen naar de bouwlocatie zelf of ook het effect rondom? En dan doel ik op het gebruik vanuit de bouwlocatie uiteindelijk richting de Vecht en daarmee ook gebruik in het natuurgebied. Wat betreft de trek naar de binnenstad, dat wordt wel geroemd op wat betreft de beoogde locatie. Het zou binnen loopafstand zijn, maar is er ook daadwerkelijk gekeken naar het effect richting de binnenstad en of we daar ook synergie of wederzijdse voordelen uit kunnen halen? En zo ja, wat zijn dan die voordelen? Daarbij zie ik overigens ook weinig inbreng terug in de stukken wat betreft betrokken partijen in die zin. Is er bijvoorbeeld ook gesproken met de winkeliers in de binnenstad? En is er ook daadwerkelijk gesproken met natuurbeschermingsorganisaties? En vorige keer dat we hierover spraken, heb ik daar expliciet om gevraagd. En ik zie dat in ieder geval onvoldoende terug in de stukken zoals ze bij mij voorliggen. Tot zover. Dank u wel, meneer Boshoven. Ja, rondom de ecologie kan ik me aansluiten bij de vorige sprekers. Rest mij alleen nog de vraag in het stuk wat gesproken over gedragsregels die afgesproken moeten worden met de kanovereniging. Ik ben wel even benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien. En zijn die regels dan een soort intentie wat je afspreekt of is het bindend? Hartelijk dank. Meneer Brink had volgens mij ook zijn vinger op. Ja, dat heeft u gezien. Dank u wel, voorzitter. De verplaatsing van de kanovereniging is in dit huis al meerdere malen besproken. In de raadsvergadering van 22 mei is er een amendement aangenomen waarmee wij als raad de wethouder hebben opgeroepen om nog eens goed inzichtelijk te maken welke locaties er allemaal zijn verkend en wat de mogelijke opties zijn voor multifunctioneel inzet van gebouwen voor bijvoorbeeld de kanovereniging en de watersportvereniging. Dit omdat we als gemeenteraad streven naar zoveel mogelijk multifunctionele gebouwen. We lezen in de stukken duidelijk dat er uitvoering is gegeven aan het amendement en dat er diverse gesprekken zijn gevoerd met betrokken partijen. Als uitkomst stelt u in het raadsvoorstel voor om toch een kanogebouw te realiseren in de Molengoot. En u geeft erbij aan dat het belangrijk is om nog voor de zomer te beslissen, zodat er ook duidelijkheid komt voor de initiatiefnemers van het CPO. Wat onze fractie betreft zijn we akkoord met het voorstel en laten we ons dan wel graag informeren over het participatietraject dat u vorm wilt geven rondom de realisatie van de extra aanlegplaatsen voor bootjes. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Niet voor het eerst vandaag spreken we over de verplaatsing van de kanovereniging naar de Molengoot. Nadat u 22 mei het amendement heeft aangenomen, daar vorige keer ook over bent over geïnformeerd over de uitvoeringen daarvan, zijn we tot de conclusie gekomen die in het raadsvoorstel zeg maar te vinden is. De vragen die nu gesteld worden, die richten zich met name op zeg maar het stukje ecologie. Te beginnen bij 50+. U zegt eigenlijk van, ik zie eigenlijk in de stukken wat er gesproken wordt over twee soorten onderzoeken. Dat is denk ik zowel het onderzoek dat zich richt op de locatie Molengoot. En wat ook in die zin een veel uitgebreider onderzoek is, omdat ten eerste daar al een onderzoek aan ten grondslag lag. Op basis van het toekennen van de bestemming een heel aantal jaren geleden. En we ook nog eens met de bouwplannen die zeg maar, nu voorliggen, nog eens nader hebben gekeken naar die locatie. Maar we hebben ook gekeken naar de andere locaties die ik u de vorige keer heb geschetst. En bij al die locaties, ja, u zegt dat vind ik wat sumier. Nou ja, goed, dat is dan een waardeoordeel, niet zozeer een vraag, maar het is natuurlijk wel zo dat we naar al die locaties gekeken hebben.
En u heeft gelijk, we hebben niet op al die locaties een even groot ecologisch onderzoek uit laten voeren. Dat zou ook wel wat zonde van de kosten zijn om, zeg maar, vooral, ik kan het plaatje nog niet vinden, maar ik denk 8 locaties die we bij de kop hadden, om daar, zeg maar, heel uitgebreid te gaan onderzoeken. We hebben wel gezegd, nou, we gaan met een quickscan eens even kijken van, wat is daar nou logischerwijs te verwachten? Nou, en bij heel veel van die plekken zie je gewoon dat je logischerwijs, zeg maar, met natuur ook die daar aantreft, het wel zo is dat als je daar bouwplannen zou hebben, dat je in ieder geval dan ook een ecologisch onderzoek zou moeten doen. Te meer ook omdat veel van die plekken gewoon in de structuurvisie van het vechtpark vallen, dan wel in die ecologische hoofdstructuur, of welke termen daar ook aan verbonden zijn. De Partij van de Arbeid gaat eigenlijk ook wat verder in, hè, op dat natuurverhaal. Ecologische randvoorwaarden, nou ja, die zijn er. Hè. We hebben nader onderzoek gedaan, gevraagd van, nou, kan dit wel? Want we hebben destijds wel onderzoek gedaan, maar we wouden ook nu nog een keer weten van, past dat gebouw dat we daar willen plaatsen ook echt? Nou, dat past. We moeten voor... Voorzitter, u heeft daar onderzoek naar gedaan. Is daar ook een rapportage van? Die rapportage hebben we denk ik vorige week binnengekregen. Om te kijken, nou, wat is nou mogelijk, wat is niet mogelijk. Dat staat ook in het stuk verwoord. Hè, maar waarom zijn die dan niet alsnog nagestuurd? Zodat ze onderdeel kunnen uitmaken van de beraadslaging. Want ik stel vast dat bijna elke fractie hier vragen heeft over de ecologische randvoorwaarden. Blijkbaar is er een rapportage die daarover gaat. We moeten met stoom en kokend water beslissen. Maar essentiële informatie die wel voorhanden is, wordt ons onthouden. Nou, die informatie is vorige week binnengekomen. Ik heb in de informatiesessie die we hier hadden, heb ik u geïnformeerd van, nou, waar staan we ongeveer? Waar lijkt het ongeveer naartoe te gaan? Toen hadden we dat stuk nog niet, maar heb ik u wel gezegd van, nou ja, waar gaat het ongeveer heen? En we hebben geprobeerd in het raadsvoorstel nu ongeveer weer te geven dat er nou geen hele grote problemen zijn wat dat betreft. Nou, kunt u zich voorstellen dat wij daar liever zelf een beeld van vormen dan dat wij dat lezen in een stuk samengevat? Uiteraard, maar de vorige keer werd er gevraagd van, nou, past het wel binnen ecologie? Er lag al een onderzoek voor ecologie vanwege de bestemming die in het molengroot al gegeven was. En we hebben nog eens nagevraagd van, nou ja, is dat nog steeds actueel? Nou, daar komen wat dingen uit naar voren. Voor het bedrijf bijvoorbeeld, hè, zeg van, nou, we moeten wat dingen aanplanten, dat soort zaken. Maar er zijn geen grote bezwaren, zeg maar, op het gebied van ecologie. Ja, maar goed, daar ging uw vraag aan over. Als het dan gaat om het gebouw, hè, want daar gaat het dan eigenlijk op voortborduren. Dan zeg ik u toe, hetzelfde wat ik de vorige keer gezegd heb. Bij het inpassen van het gebouw op de locatie zullen we zeker kijken naar hoe kunnen we daar nou zo goed mogelijk ook inspelen op de behoeften vanuit de natuur, de natuurwensen, om daar ook zo, u noemt het circulair geloof ik, mogelijk aan de slag te gaan, om zo weinig mogelijk verstoring te laten zijn. Daar komen ook gedragsregels uit voort. De heer Boshoofden heeft daar ook aan gerefereerd. En die gedragsregels, ja, dat zijn vrijwel redelijk normale regels, zeg ik dan maar. Niet afwijken van de paden en dat soort zaken moet u dan aan denken. Het is wel zo dat ook de gebruiker, zeg maar, van de locatie ook waarde hecht aan de natuur en de schoonheid van de vecht. Dus dat wordt zeker ook gedeeld wat dat betreft. De volgende vraag ging over participatie en over betrokkenheid van winkeliers. Ja, dan richt u zich denk ik vooral op het traject om te komen tot een aantal aanlegplaatsen. Dat is een participatietraject wat we gaan starten, waar we dus ook heel een aantal partners toch bij willen betrekken. En daar krijgt ook de middenstand in die zin een rol bij. Dus dat wordt zeker opgepakt. En daarmee heb ik denk ik de vragen in de eerste termijn gehad, voorzitter. Ik kijk even rond, want ik weet dat niet helemaal zeker. Oké. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Jonkhans. Uw gang, meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad. Ik heb net al wat laten merken dat ik eigenlijk vind dat we wel erg weinig ecologische informatie hebben gekregen, terwijl het wel voorhanden is. Een van de onderdelen die ook in het plan zitten is een pool. Ik begrijp dat die pool moet worden uitgegraven. Wanneer is het dat onderzoek naar de voorkomende fauna en flora in die pool gedaan? En is dat wel representatief in de periode dat we toch te maken hebben met forse droogte, kun je dan wel een goede opname doen?
Ja, voorzitter, in de afgelopen periode, hè, dus tussen dat we hier de vorige keer stonden, dat we hier nu stonden, hebben we die onderzoeken gedaan. Daarbij is niet alleen gekeken, natuurlijk is dat een momentopname in het veld die je doet. Hè, ik geloof dat er ook een belangenbehartiger vanuit de natuur zelfs meegegaan is in dat onderzoek. Maar daarbij is ook gekeken naar de effecten, naar wat je daar aan kan treffen. Wat kun je nou verwachten, zeg maar, in zo'n grasland? Nou, ik was eigenlijk van plan om niet te veel in detail in te gaan. Maar als je dan bijvoorbeeld hebt over vleermuizen, is dat bijvoorbeeld genoemd. Ja, je kunt dat op die plek wel aantreffen, maar er is een sprake van. Ja, een verstoring is pas een verstoring op het moment dat je, zeg maar, ook geen alternatieven zijn. Terwijl het hele gebied zich daarvoor uitstekend leent en ook de situatie straks zich daar gewoon prima voor blijft lenen. En voor het periode waarin we gaan bouwen, heb ik u vorige keer ook gezegd. Ja, daar moeten we ook gewoon aan strikte regels houden in combinatie met de natuur. Voorzitter, de wethouder spreekt van verwachting. Dan wil ik wel weten waarop dat dan gebaseerd is. Want ik bedoel, er is gevraagd om onderzoek. En wat ik nu hoor is in feite alleen gedaan van ja, we zijn door het veld gelopen en we verwachten hier dit en dat. Nou, voorzitter, dat vind ik wat tekort doen aan het geheel. Er lag een onderzoek op basis van het bestemmingsplan. U heeft de vorige keer, of niet de vorige keer, maar de keer daarvoor, in het begin staan we aangegeven, extra belang te hechten aan die ecologische functie, die ecologische waarde. Daarom hebben wij toen gezegd, nou ja, in het kader van als we daar dan toch iets willen bouwen, willen we daar ook in meekijken. Gaan we nog eens goed kijken of dit nou past binnen alle ecologische kaders. Dat is gedaan. We hebben daar nogmaals naar gekeken. Er is een veldonderzoek gedaan. Ik vind dat in die zin vind ik dat voldoende. Dus ik kijk naar effecten, naar alles wat daar in de omtrek, zeg maar, zich beweegt, wat daar leeft. Kijk, u kunt ook niet van mij verwachten dat wij 365 dagen per jaar maar op locatie blijven staan. Om te monitoren wat daar al dan niet langskomt. Maar er wordt zeker gekeken naar wat komt er nou zo al voor in dat gebied. Nee, maar u zegt wel van, kijk, er is gevraagd om een onderzoek. En nou zegt u van, ja, we hebben het achter het bureau bekeken. We zijn door het veld gelopen en verwachtingen uitgesproken. Ja, dat vind ik. En dan baseert u zich ook op het onderzoek wat dus ongeveer 7 jaar geleden bij het vaststellen van het bestemmingsplan een onderzoek is verricht naar de ecologie. We zijn inmiddels 7 jaar verder. Er heeft zich daar een biotoop ontwikkeld. Maar we weten eigenlijk niet goed wat erin zit. Anders dan wat verwachtingen van achter het bureau. Nee, voorzitter. Zo heb ik dat niet benoemd. Wat ik benoemd heb is dat er 7 jaar geleden een onderzoek gedaan is. Dat er behoefte hier was om nog nadrukkelijk te kijken naar ecologie. Die behoefte zit trouwens ook gewoon in de vergunningen die, zeg maar, lopen op het moment dat je de bouwaanvraag doet. Dus die hebben we gekeken, gewoon met een hele frisse en objectieve blik gekeken naar het gebied en wat treffen we daar nou aan. Maar de verwachting gaat enkel over, zeg maar, nou ja, datgene wat dan volgens u misschien niet nu daar aanwezig is. Maar het is niet zo dat wij van achter het bureau bekeken hebben wat daar nou rond zou lopen of niet. Nee, sterker nog, we hebben met die partij en zelfs de criticasters van dat natuurbeleid, hè, en van die locatie, die zeggen van nou, je zou eigenlijk daar helemaal niks moeten doen, je moet enkel de natuur. Die hebben we ook uitgenodigd, die hebben we meegenomen in dat onderzoek om, zeg maar, ook al die varianten daarin te krijgen. Dus in die zin ben ik daar over dat proces zeker positief. Dank u wel. Mevrouw Verschuur had nog een aanvullende vraag. Ja, een aanvullende vraag. Eigenlijk refereer ik aan meneer Jonghans. We hebben hier over een onderzoek wat in 2010 heeft plaatsgevonden. We zijn nu 8 jaar verder en ja, er verandert heel wat. Het park is uitgebreid, er is vrij veel natuur bijgekomen. En u refereert nu aan een quickscan. En ik vind tussen een uitgebreid onderzoek en een quickscan vind ik degelijk verschil zitten. Voorzitter, dan ben ik misschien toch in mijn bewoordingen niet helder genoeg geweest. Excuus daarvoor. Maar de quickscans die zijn gegaan over de locaties niet betreffende Molengoot. We hebben juist voor Molengoot gezegd. Daar gaan we nog eens met dit bureau het veld in. Samen met ook de criticasters op het beleid om te kijken. Nou, wat treffen we nou op deze locatie aan? Dus het onderzoek wat we gedaan hebben in de afgelopen 2 weken. Dat richt zich op de natuur in de Molengoot. Ja, nu even voor mijzelf, want begrijp ik het dus goed dat eigenlijk die onderzoek qua het vechtpark de Molengoot eigenlijk nog niet is uitgevoerd. Want nu haal je, of tenminste, ik word nu een beetje in verwarring gebracht. De vorige keer hadden we 8 locaties bij de kop hier.
En we hebben gezegd, nou, voor de locatie Molengoot gaan we nog nadrukkelijker kijken naar ecologie. Daar ligt zeg maar een breed onderzoek onder. Voor die andere locaties, voor die alternatieven die op de kaart stonden, die hebben we afgedaan met een quickscan, omdat we niet voor al die 8 locaties, zeg maar, met een duur onderzoeksbureau het veld in wilden gaan. He, dat zou ook wel heel grote majeure opgave zijn wat dat betreft. He, dus we hebben in het onderzoek ons gericht op deze locatie. Hartelijk dank. Volgens mij mag ik een kort aanvullende vraag stellen. Als het een aanvullende vraag op dit onderwerp is. En ik ga heel kort, want ik hoor de wethouder, ik hoor het allemaal aan, een paar keer het hebben over de criticasters waarmee die het veld ingegaan is. En we zijn benieuwd wat de criticasters ervan vonden, want een ervan heeft ze bij ons gemeld en die was niet heel erg tevreden over uw onderzoek. Dus we zijn even benieuwd wat de rest van de criticasters van uw werkwijze vonden. Ja, ik geloof dat ze niet alle uitgangspunten van het onderzoek delen. Dat is mij ook bekend geworden. Maar goed, het is wel zo dat daar ook wel enige nuance in geplaatst kan worden. Ik noemde die vleermuizen al als voorbeeld. Kijk, de natuurwet is daar ook helder over. Je moet wel kijken naar ook dan het effectgebied in zijn geheel. En dat effectgebied is niet alleen de negatieve kanten. Het effectgebied heeft ook de positieve kanten. Dus enkel het plaatsen van dit gebouw op het klein stukje van de grote rode kavel die er ligt. Ja, heeft niet altijd dusdanige effecten echt een gevaar vormt voor de soort. Nou, voor mij liggen de opmerkingen vooral in die sfeer. Maar het klopt dat inderdaad niet alle uitgangspunten van het onderzoek gedeeld worden door de mensen die daar wat kritisch op waren. Hartelijk dank. Het staat voor straks op de raadsagenda als bespreekstuk. Ik neem haast aan dat het ook als bespreekstuk blijft staan. Ik kijk even rond. Het wordt geen hamerstuk, denk ik, meneer Jonkhans. Nee. Een bespreekstuk, dan blijft dat als bespreekstuk staan. Hartelijk dank. Dan zijn we bij de rondvraag. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Niet, dan sluit ik bij deze de vergadering. Hartelijk dank.